Welkom bij het gesprek. Deze week praten we met Bart Wekers, de Vlaamse ombudsman, die intussen al meer dan 12 jaar bedolven wordt onder al onze klachten. Meer dan 94.000, stel u voor. Hoe pakt Bart Wekers dat aan en hoe kijkt hij ook terug op die voorbije 12 jaar, want het wordt zijn laatste mandaat? Welkom Bart Wekers voor het gesprek. Niet zomaar een gesprek, want we vieren een halve verjaardag voor u. 12 jaar ombudsman en wellicht ook het laatste jaar. Daar komen we straks zeker op terug. Maar niettemin, er is een nieuw rapport klaar. En ik neem aan dat de ombudsman altijd heel blij is dat het rapport is afgewerkt. Dat is altijd een hele opdracht van een team. Ik toon het even. Het jaarverslag 2021 van de Vlaamse Ombudsdienst. Niet alleen mijn werk, het werk van heel veel mensen die dag na dag hun beste beentje voorzetten om te werken aan de onvrede van de Vlaming. En op het begin maart stellen we het jaarverslag voor. Ja, ja. Want dat is een beetje een raar ding, werken op de onvrede, terwijl je natuurlijk zou willen dat alles heel goed verloopt in Vlaanderen, maar helaas is dat niet zo. Hè? Nee, werken aan onvrede is natuurlijk een werk van alle dag en het zal nooit af zijn. We leven ook in een democratie waar de meningen verschillen. Hè? En dus wat voor de ene goed is, zal niet noodzakelijk goed zijn voor de andere. En dus is het goed dat we systemen hebben die werken aan onvrede. En ze werken ook. Ja, ja, intussen heeft die ombudsdienst al een lange staat van dienst. Vorig jaar zijn er, als ik het goed heb, een goede 94.000 klachten. Dat is dan een lichte daling ten opzichte van de jaren daarvoor. Maar hoe moeten we dat nu interpreteren? Is dat nu veel? Is dat nu weinig? Cijfers zijn ook maar cijfers natuurlijk. Ja. Als er, u sprak daar straks van het is het einde van mijn mandaat. Als er natuurlijk één ding is, dan is het dat ik zeg dat het aantal klachten er eigenlijk niet toe doet. Het aantal oplossingen is al veel belangrijker. Dat zijn er een goede 20.000 jaar na jaar. In alle mogelijke orde. Dat kan groter zijn, dat kan klein zijn. Dat kan gaan om een verontschuldiging of een verplaatste afspraak soms. Dat is al een stuk belangrijker. Maar nog veel belangrijker is natuurlijk de cultuur die daarachter zit. De wil om te luisteren. De wil om aangesproken te worden en de wil om beter te doen voor morgen, liefst via een oplossing vandaag. Ja. Want als u zegt, ik heb ongeveer 20.000 oplossingen kunnen bieden, dat betekent dan ook wel dat meer dan de helft niet opgelost geraakt. Ja, ook dat mag natuurlijk gerelativeerd worden. Iemand die meldt dat een bus voor de derde keer aan de halte voorbij rijdt, die kunnen we niet terughalen, die bus. Dat spreekt voor zich. Dus er zijn heel wat signalen die op zich waardevol zijn, waar ook mee aan de slag wordt gegaan, maar die soms niet oplosbaar zijn. Dus dat is zeker een fenomeen in het behandelen van klachten dat je altijd in rekening moet brengen. Ja, want we zouden kunnen zeggen, is er die reputatie dat de Vlaming een klager is en nooit echt tevreden en altijd wel ergens een puntje vindt waar je kritiek kan opgeven? Ja, als je werkt voor 6,5 miljoen mensen zoals wij dat doen, zullen er natuurlijk altijd mensen met klachten zijn. We hebben eens de optelsom gemaakt. Uiteindelijk hebben we maar 5% van de Vlamingen bereikt in het ganse bestaan van de Vlaamse Ombudsdienst. Dus laten we het toch zeker ook beseffen dat er 95% van de Vlamingen zijn die ons niet bereiken. Voor een stuk zal dat zijn omdat ze geen klagers zijn, voor een ander stuk omdat we onvoldoende bekend zijn. Dat spreekt voor zich. Ja, maar dus we hebben maar 5% klagers of zeurders in Vlaanderen. Dat valt dan mee. Wel, kijk, wat wij vaak daarover zeggen is dat ongeveer 20% van onze tijd gaat naar het interactie met mensen die misschien soms wat snel reageren. 20% van onze tijd kunnen we eigenlijk op een vrij snelle manier eventjes wat uitleg geven, even de zaak wat laten koelen. Dat zijn wat wij noemen de snelle hulpverleningen. Dus in dat hele systeem, en ik denk dat dat niet alleen voor de ombudsman geldt, maar dat geldt ook voor vele andere mensen die een rechtstreeks contact met de burger hebben, of dat nu in een gemeentebestuur is, of dat nu aan het loket van deze of gene dienst is. Ja, 20% van je tijd ben je wel bezig met telkens opnieuw misschien hetzelfde te herhalen tegenover mensen die beter geïnformeerd misschien niet die boosheid hadden. Maar bon, ook dat is een wezenlijk onderdeel, denk ik, van het werk wanneer je in contact met de burger bent. Ja. Een van de klassiekers, zouden we bijna kunnen zeggen, zijn klachten, jammer genoeg, over mobiliteit.
En dan springt daar heel vaak de lijn uit. Hè. Het grote vervoermiddel, zal ik maar zeggen, dat we in Vlaanderen zelf in handen hebben. Maar dat toch nog altijd niet heel goed werkt, blijkbaar. Ja, het blijft lastig. Hè. We gaan daar niet flauw over doen. We zitten daar ook met velen kort op elkaar, natuurlijk. En we hebben in 2021 bij de lijn ook wel een heel uitzonderlijke situatie gehad. Hè. Het was nog altijd corona, loerde nog wel ergens om de hoek. Die bussen die, hebben in 2020 met moeite gereden. Men was ook bang op het openbaar vervoer te komen. Op een gegeven ogenblik begonnen ze terug te rijden. Dan was er ook nog altijd de angst om met te veel mensen te kort bij elkaar te staan. Kortom, geen gemakkelijke context om een dienstverlening te doen. En blijft natuurlijk dat de Vlaming en het openbaar vervoer, wat je daar blijft zien, is dat we wel massaal de bus nemen als kind. En ook wel een beetje rond de stad. Maar één keer dat we volwassen zijn en één keer dat we min of meer op het platteland wonen, wat toch nog veel Vlamingen doen, ja, dan is de bus niet meteen het eerste waar de Vlaming aan denkt. Hè. En dat blijft een heel grote uitdaging voor het Vlaamse openbaar vervoer. Want ik neem ook aan dat er heel wat klachten komen over een gebrek aan voldoende aanbod en dat je dan de mensen automatisch natuurlijk richting de auto stuurt, terwijl we in Vlaanderen allemaal graag die mobiliteit zouden willen zien verminderen natuurlijk, vooral de druk in de mobiliteit. Zeker, hè? Maar het is een typisch voorbeeld van hoe de beleidsdomeinen aan elkaar hangen. Hè? Dit heeft heel erg veel te maken ook met hoe we wonen, waar we wonen. Men probeert en een ombudsman staat dan altijd een beetje als een observator te kijken naar wat er gebeurt. Men probeert wel degelijk, hè, via de vervoersregio's heet dat, om wat globaler te denken, wat overstijgend van het ene dorp tegenover het andere. En ook wat betere beslissingen te nemen die door verschillende lokale mensen samengenomen worden. En niet alleen maar door de lijn, maar dat blijft natuurlijk. Hè. We zien die vervoersregio's. Dat zijn dan weer instanties die niet zo bekend zijn. Hè. En dan zie je dat mensen met een klacht over het openbaar vervoer verloren gaan lopen tussen instanties. Dat is een typisch fenomeen, hè, dat we in veel domeinen zien. Dan, niet alleen bij het openbaar vervoer, neem ik aan, maar dat is misschien het punt. Ziet de doorsnee Vlaming, als ik het zo mag noemen, ziet hij nog wel met al die domeinen het bos door de bomen? Hè? Dat is de grote uitdaging. Hè. We hebben het jaarverslag niet voor niets genoemd naar een mozaïek. Hè. Onze stelling is dat er eigenlijk heel veel dienstverlening is. Hè. Er is heel veel aanbod, maar het zijn allemaal kleine steentjes in alle mogelijke domeinen. En heel vaak horen we burgers zeggen van ja, ik heb een bepaalde verbouwing gedaan, ik heb een bepaald verlofstelsel genomen en ik wist helemaal niet dat er nog een premie X was of dat er nog een aanmoediging Y was. En soms zijn die dan verspreid over allerlei diensten. En het blijft natuurlijk dé grote uitdaging in die mozaïek, in die verschillende steentjes, om die te laten samenwerken. Dat is een woord dat de ombudsman natuurlijk heel vaak in de mond neemt en heel vaak vraagt van al die aparte diensten, die elk op zich heel vaak goed bezig zijn met hun eigen dienstverlening. Maar het is het geheel naar de burger toe dat soms mank loopt. Ja, want we waren nu bezig over de lijn. Als we dat opentrekken, mobiliteit, maar ook de burger goed informeren, zien we vaak dat een van de grote mankementen van de lijn is dat ze er niet in slagen om goede informatie door te geven. Maar het is niet de lijn alleen. Dus Vlaanderen zit toch wel met een probleempje wat betreft, ja, op tijd goed de burger informeren over wat wel kan, wat niet kan, waar die recht op heeft enzovoort. Ook op het domein, ik zeg maar wat, van premies, noem maar op energievlak voor wonen enzovoort. Ja. Ja, hè, dus een ontzettende uitdaging is natuurlijk heel die machinerie daaromheen die je moet kunnen organiseren. Hè. Want heel vaak beter informeren loopt dan vaak samen met data verzamelen. Data verzamelen is een enorme uitdaging. Ik geef u het voorbeeld, een recent voorbeeld. Er zijn enkele energiebedrijven failliet gegaan rond de jaarwisseling. 100.000 klanten die zijn op dat ogenblik opgevangen door een bepaalde noodprocedure. Via een partner, Fluvius heet die partner. Wel, dat is een fantastisch verhaal eigenlijk, want er is bij niemand het licht uitgegaan. Dat moeten we zeker eerst benadrukken. Bij niemand is het licht uitgegaan. Maar
al die data die je nodig hebt om dan op een vlotte manier nieuwe facturen te maken, om mensen die bijvoorbeeld een sociaal tarief hebben, meteen hun sociaal tarief te geven tijdens die overgangsperiode, om te zorgen dat ze snel genoeg bij een andere leverancier terechtkomen, want het is niet de bedoeling dat ze in die noodprocedure blijven. Ja, dat vraagt zo'n grote uitdaging van data levering. Ja, daar zit dan vaak privacy op. Mm-hmm. Hè? Als je bijvoorbeeld een sociaal tarief hebt, ja, niet iedereen wil op de markt gaan staan met zijn sociaal tarief. Nee. Wat wij dan zien, ja, aan de andere kant van het scherm, hè, dat is de klacht van ja, ik krijg mijn tarief niet of het duurt te lang enzovoort enzovoort. Maar je wil eigenlijk zeggen, ja, het ding dat men die mensen heeft kunnen helpen zonder dat inderdaad het licht uitgaat, dat is een huzarenstukje en de mensen beseffen dat niet. Nee, dus dat is heel vaak zo. Wij zitten als ombudsdienst vaak in die rol. Dat we toch even de mensen laten herinneren aan wat eigenlijk de kern van de zaak is. En in dit geval, het licht is niet uitgegaan. En dan proberen we ja, die dienstverlening te verbeteren. Het is voor de diensten soms ook wel confronterend om met zo'n ombudsman te moeten spreken, omdat ze hebben dan bijzonder hard gewerkt. Ik denk ook aan zorg en gezondheid in de coronaperiode bijvoorbeeld. Ja, en dan komt die ombudsman een beetje kritiek geven op de dingen die bekeken vanuit de diensten in de marge fout lopen. Hè. Ja. En onze rol is dan heel vaak om ja, die boodschap langs twee kanten te geven van er mag geklaagd worden, maar ook aan de klager hè, of aan de burger regelmatig uit te leggen van ja, vergeet toch niet welk huzarenstukje er eigenlijk gepresteerd ja, is. Want daarop inpikkend ook de actualiteit van nu, die stijgende energieprijzen, de facturen van de mensen, dat zit uiteraard niet in uw jaarrapport, maar dat zal er wellicht nu zitten aan te komen. Het is blijkbaar nog nooit zo erg geweest. Dus dat gaat iets ja, voor het volgende jaar worden, denk ik. Hoe pakken we dat aan? Hoe pakt Vlaanderen dat aan? Ja, het is een... Wees gerust, ook 2021 met het fameuze zonnepanelenarrest heeft de telefoon van de Vlaamse Ombudsdienst roodgloeiend gestaan. En niet alleen van de Vlaamse Ombudsdienst, op tal van plaatsen bij de Vlaamse overheid. Ook daar is het heel vaak een kwestie geweest van uit te leggen dat er regelingen zijn afgesproken. En eigenlijk hebben we ons in een situatie bevonden, ook als ombudsman, dat we die regelingen mee zijn gaan uitleggen. En dat we hoeken en kantjes van die regelingen hebben helpen verbeteren. Er waren wat opstartproblemen, bijvoorbeeld voor mensen die al in een proefproject met een digitale meter zaten. Ja. Enkele details zijn mee verbeterd via klachten. Maar de grote bulk, als je zoiets aan de hand hebt, ja, dan is het eigenlijk alle zeilen bijzetten. Mm-hmm. Ook bij de ombudsman en ook bij de klachtenbehandeling. Om het systeem dat er dan afgesproken is, om toch iets te redden. Ja, om dat systeem up and running te houden. En te zorgen dat de premies die er dan zijn bij de mensen geraken, liever dan ja, voortdurend nog klachten in het systeem te gooien ja, en de diensten daar dan ook nog eens mee te belasten. Want hebt u dan niet vaak het gevoel als ombudsman dat u op dat moment aan de burger moet uitleggen wat er eigenlijk politiek ook fout is gelopen en waar u zelf eigenlijk niks kan aan doen? Dus in die zin ja, moet u een beetje vergoeilijken wat de politiek verkeerd heeft aangepakt. Wel, als we bijvoorbeeld naar het zonnepanelenarrest kijken, ja, dan moeten we een heel verhaal vertellen dat teruggaat tot 2003. Hè, en waarbij men op een gegeven ogenblik op zich wel beseft heeft hè, dat er een energietransitie zat aan te komen. Maar dan heel duidelijk ja, de keuze gemaakt heeft om er een financieel verhaal van te maken. Hè. We zijn 2022, het is natuurlijk wel makkelijk om in 2022 met de vinger te gaan wijzen naar 2003. Hè. Maar het is natuurlijk wel zo dat we in 2022 gemerkt hebben dat de basisklacht van de mensen is, mijn rekening klopt niet meer. Ja. Hè. En dat is heel begrijpelijk vanuit het standpunt van de mensen in 2022. Moet je dan gaan uitleggen van ja, in 2003 was er misschien beter gekozen om meer in te zetten op het verhaal van transitie hè, en minder er een echt financieel product van te maken. Dat kan je zeggen, maar daar koopt iemand in 2022 ja, niet zoveel voor. Natuurlijk. En ook de beleidsmakers van vandaag kunnen daar niet heel nee, veel mee. Maar begrijpt u dan de boosheid van die burger die zegt ja, kijk eens, enkele jaren geleden was het zo, nu is het weer veranderd, nu nog eens een keertje. Dat maakt de mensen moedeloos, denk ik. En misschien ook een tikkeltje apolitiek op de duur. Ze krijgen een afkeer van die beleidsbeslissingen en van de politiek. Vertrouwen is, hè, we kennen het spreekwoord. Hè. Ja. Het
komt te voet en het gaat te paard. Het is essentieel voor de politiek. En vertrouwen hangt samen met openheid, hè, met het vertellen van het verhaal, hoe het in elkaar zit. Tegelijk, ja. Hè, we zien natuurlijk heel veel prestaties, ook door de Vlaamse overheid, die ja, op een bepaald ogenblik moeten rekening houden met een bepaalde realiteit, hè, en die een beleid moeten maken naar morgen toe. En die burger, ja, die kan de politiek niet ontslaan. Hè, dat blijft kan met de verkiezingen wel, uiteraard. Dat wel, hè, maar je kan bij verkiezingen andere partijen krijgen, hè, en het beleid kan natuurlijk worden aangepast, maar je gaat toch een heel aantal grote mechanismen zien, hè, zoals in het zonnepanelen dossiers, ja, of in andere dossiers, waarbij de manoeuvreerruimte nu ook weer niet zo groot is, nee, voor een nieuw beleid. Hè. Een van die hardnekkige dossiers die ook altijd terugkomt, denk ik, is wonen. Hè. Het probleem dat ja, de Vlaming, en zeker de mensen die niet al te veel middelen hebben, een betaalbare woning in een goede omgeving, ja, dat vind je haast niet meer. En nee, daar bijten vele, vele mensen hun tanden op stuk. Dat is zeker zo. Hè. Dus de gezinswoning is denk ik, als we alle klachten optellen, 1/3 van wat er bij ons, ja, binnenkomt. Hè. Dus dat is een bijzonder belangrijk klachtenbeeld. Het is ook zo dat ook die problematieken heel erg verspreid zijn over verschillende beleidsdomeinen. Hè. Het beleidsdomein wonen heet dan wel wonen, maar ja, er spelen zoveel andere factoren die maken of iemand een woning heeft of niet, ja, te beginnen met werk en onderwijs. En voldoende inkomen enzovoort. Ja. Speelt zeker allemaal mee. Wij proberen natuurlijk, ja, waar we kunnen, dingen mee te verbeteren. Ik denk aan al het werk dat we al zoveel jaren doen in de sociale huur. Als ik zie hoe men daar ondertussen met een aantal van de basisdingen omgaat, ja, dat is vele keren beter dan 10 jaar geleden toen ik begon. Maar dat doet er niet aan af natuurlijk als u op een wachtlijst staat. En als die wachtlijsten verbeterd worden en, ja, echt de grove dingen die we in het verleden soms zagen van voorsteken of vriendjespolitiek enzovoort, ik zie die bijna niet meer. Maar ja, dat kan u niks deren natuurlijk als u erop staat, moet wachten. Ja. Want dat is wel een heel hardnekkig gegeven. Die wachtlijsten, ja, die gaan, ja, al decennia mee en, ja, blijkbaar slaagt de politiek of het beleid, als ik het zo mag zeggen, er echt niet in om dat op te lossen. Nee, hè? En dat is natuurlijk, het kan ook niet de bedoeling zijn dat bij elke klacht van de ombudsman elke keer opnieuw het volledige politiek discours moet gevoerd worden. Hè? Dat doen we ook niet. Mm-hmm. En dat doen we ook niet in de jaarverslagen. Hè? Het is goed dat we in een democratie zijn, dat er debat is. Hè? En het is evident een belangrijk thema om te spreken over de wachtlijsten voor wonen en de wooncrisis toekoer. Maar het zou verkeerd zijn, denk ik, indien de Vlaamse Ombudsdienst en de klachtenbehandelaars telkens opnieuw tot de kern van dat debat zouden gaan. Daarvoor zijn actoren genoeg in de samenleving. En ik denk ook dat het debat wel bekend genoeg, ja, is. Want wellicht zal dan ook voor het volgende jaarverslag, gezien de actualiteit, de toestroom van Oekraïnse vluchtelingen, de druk die dat op de woningmarkt, ook op de sociale woning- en huurmarkt zal meebrengen, dat gaat ook ongetwijfeld gevolgen hebben die u zal moeten opvangen. Ja, dat verwachten we inderdaad wel. Hè. Na 10 jaar ombudsdienst durf ik natuurlijk ook wel eens af en toe te kijken naar de goede voorbeelden in plaats van de slechte voorbeelden. Hè. Ik bedoel daarmee, we hebben vorig jaar gezien hoe de vaccinatiecentra eigenlijk in no time zijn opgebouwd. En hoe die al bij al zeer goed gefunctioneerd hebben en eigenlijk niet al te veel klachten, ja, want dat wou ik hebben net zeggen, opgeleverd. Je hebt daar ook niet te veel klachten over gekregen. Ja, wel, dus we hebben bij het opzetten van de vaccinatiecentra wel degelijk meegeholpen om scenario's te maken rond klachten. Wel, die hebben goed gewerkt. Hè? Ja. Want er zijn eigenlijk bijzonder weinig klachten moeten geëscaleerd worden tot bij de Vlaamse Ombudsdienst. We hebben eigenlijk vooral hier en daar eerder organisatorische dingen mee kunnen oplossen. Ja. Ik geef het voorbeeld van de vaccinatiecentra om te zeggen, ja, als die nooddorpen er misschien komen, of zullen nodig zijn voor de opvang van de vluchtelingen van Oekraïne. Ja, ik denk dat er al een heel stuk voorbeeldwerk gedaan is bij het opzetten van de vaccinatiecentra, die ons zeker zal helpen om die nooddorpen ook op een fatsoenlijke manier te organiseren. Dus dat is een hele gerust
geruststelling. Ja. En dat wijst er ook op dat steden en gemeenten duidelijk de kracht hebben om dat te kunnen opbouwen en dat niet alles vanuit Brussel moet gestuurd of opgezet worden. Wel, u zegt het aan een ombudsman die de voorbije 3 jaar ook een 20 steden- en gemeenteombudsman geworden is. Als we het over die mozaïek hebben, dan heb ik het ook over proberen zo goed mogelijk samen te werken en proberen een zo stevig mogelijk geheel aan de burger aan te bieden. De Vlaamse Ombudsdienst de voorbije 10 jaar heeft heel wat taken bijgekregen, waaronder dus een 20-tal steden en gemeenten die met de Vlaamse Ombudsman samenwerken. En mijn ervaring inderdaad is dat we daar een hele generatie zien van ook nieuwe politici, maar ook nieuwe medewerkers die met veel vuur voor hun zaak aan het werken zijn. Vorige maandag was ik op de gemeenteraad van Sint-Truiden. Niet de gemakkelijkste gemeente vorig jaar in de publieke opinie. Herinner u de problemen in het vaccinatiecentrum van Sint-Truiden? Juist. En waar de burgemeester lichtjes in opspraak is gekomen en bijna haar baan verloren is? Ja, maar tegelijk, zeker, dat weten we, dat in Sint-Truiden gespeeld heeft. De democratie heeft ook daar gewerkt. Maar ik zat maandagavond in een gemeenteraad met een ambtenaar die vol vuur de eigen klachtenwerking kwam voorstellen, samen met mij als ombudsman dan. En waar je ziet dat ook zo'n stad Sint-Truiden op vele vlakken op een serieuze manier omgaat met de burger. Ja. Vele duizenden contacten heeft. Ja. Wil u nu zeggen dat als burgers ook over dat soort aberraties of misbruiken klagen, dat ze wel degelijk gehoord worden en dat er ook gevolg wordt aangegeven, ook in een gemeente zoals Sint-Truiden bijvoorbeeld? Wel, nogmaals, de democratie heeft daar gewerkt en eigenlijk hebben wij zelf kunnen vertrouwen op het werken van de democratie. Ons debat afgelopen maandag in Sint-Truiden ging niet over het vaccinatiecentrum, maar ging wel over de vele tientallen interventies die we in het openbaar domein hebben gedaan, de lessen die we hebben getrokken rond parkeren, rond vergunningen, noem maar op. En dat werkt. Ja. Laten we het wat breder trekken nog naar het einde van ons gesprek toe. U doet het nu 12 jaar. Ik hoor dat u wel trots bent op wat er gerealiseerd is in die voorbije jaren. Maar ik denk dat we de focus hebben gelegd op het aanspreekbaar zijn eerst. We hebben beseft dat een ombudsman, hoe goed die ook zou kunnen zijn of hoe bekend die ook zou kunnen zijn, dat het daar niet om draait. Dus we hebben heel veel samengewerkt de voorbije 12 jaar met www.vlaander.be, met Infolijn 1700. En ik denk dat het aanspreekbaar zijn van die systemen, dat een heel stuk vooruit is. Dat kan veel beter nog. Hè. Er zijn zeker nog heel grote stukken winst te maken om met één geheel naar die Nederlandstalige publieke opinie te gaan. Daar ben ik zeker trots op. En de focus verleggen van het tellen van klachten naar het hebben van een cultuur die bereid is om met een nieuwe, frisse blik te kijken naar een probleem en zaken op te lossen. Mm-hmm. Die denk dat we die weg is gestart. Ja. En ik denk niet dat die weg nog zal teruggedraaid worden. Dus het aantal oplossingen is ook groter geworden dan vroeger en ook de bereidheid daar rond, als ik u goed begrijp. Zo voel ik dat zeker aan. Dat is denk ik nog eens een klok die niet gaat teruggedraaid worden. Ik denk ook dat de echte aberraties, de klachten waarvan je zegt van hoe is dit nu toch mogelijk, de lange arm, et cetera, die zie ik nog zelden of nooit. Wat je wel ziet natuurlijk, zijn dingen zoals digitalisering die te vlug gaat, die te traag gaat. Dat soort dingen wel, rigiditeit hier en daar. Maar de grote aberraties, die kom ik zelden tegen. Ja. Hoewel, ik moet u denk ik een beetje tegenspreken. Ja. We hebben er nu net 2 grote gezien. Aberraties, dat is, er is een onderzoeksconnissie rond de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. En er komt er nu een tweede rond de problematiek van de kinderopvang die ook niet naar behoren verloopt. Met andere woorden, dat zijn ook allemaal Vlaamse diensten waarvan we kunnen vermoeden dat die niet naar behoren functioneren. Dat is toch wel een serieuze blamage. Ja, het zijn natuurlijk 2 domeinen die we wel degelijk ook kennen. Ja. Wat zeggen wij daar altijd over? Je probeert een net te spannen en je probeert dat op verschillende manieren te spannen. En zowel in de kinderopvang als bij de handhaving van milieu en omgeving zijn we best wel vaak betrokken. Hè.
Als je zo'n grote dienst of zo'n groot terrein overziet zoals de Vlaamse Ombudsdienst doet, ja, dan kom je soms in wat vreemde situaties terecht. Het dossier waar we vorig jaar het langst aan gewerkt hebben, was een dossier van een kinderopvang die vond dat ze te streng gecontroleerd werden. We staan open voor alle 6,5 miljoen Vlamingen. En dat betekent dat je naar iedereen luistert. Ja, want het gekke is toch dat uw dienst dan blijkbaar weinig of geen klachten krijgt over kinderopvang. Die komen dan terecht bij Kind en Gezin. We merken alleen dat daar blijkbaar toch vele vraagtekens zijn over de opvolging daarvan, laat staan de controle, de inspectie, et cetera. Ja, dus met andere woorden, in het spannen van die verschillende netten, is het goed dat nu gekeken wordt naar één van die netten die daartussen zit. En als die verbeterd kan worden, zoveel te beter. Ik zeg u wel, de absolute garantie in zo'n grote samenleving dat er geen accidenten gebeuren, dat ga je toch nooit kunnen leveren. Ja. Dus dat zeg ik wel. En ik werk al vele jaren samen met de klachtenlijn van Kind en Gezin. Ik ben hier ook om ervan te getuigen dat daar mensen werken die wel degelijk in heel veel dossiers heel veel goede dingen doen. Waarmee nog eens niet gezegd is dat ook een ombudsman, observerend van zijn post met het gering aantal contacten die de ombudsman heeft, soms blind is voor fenomenen die verbeterd moeten worden. Ja. Daarom is het goed dat er twee onderzoekscommissies zijn en de zaken verbeterd kunnen worden. Om de dingen bloot te leggen uiteraard. Hè. Hebt u nu het gevoel, die voorbije 12 jaar, dat u onafhankelijk voldoende onafhankelijk hebt kunnen werken, dat men niet vanuit de politiek constant op uw vingers zit te kijken? Kijk, vooraleer ik ombudsman was ik 10 jaar auditeur in de Raad van State. Toch niet meteen een plek die verdacht wordt onafhankelijk te zijn. Dus ik heb daar 10 jaar... En een zekere gestrengheid, hè, een auditeur. Ik heb daar in volle onafhankelijkheid 10 jaar kunnen werken. Ik heb er bijzonder van genoten om 12 jaar lang in diezelfde onafhankelijkheid wat mij betreft als Vlaams ombudsman te kunnen werken. Alleen, kom je terecht op een veel zichtbaarder terrein. En je bent ook aanspreekbaar. Ik loop hier rond in het Vlaams parlement. Dus dat ik op tenen getrapt heb, dat ik af en toe boze telefoons gekregen heb, dat ik hier en daar soms geridiculariseerd ben in het politiek discours. Ja, ik denk dat er wat bij hoort. En u kan daartegen. U vindt dat niet zo... Dat part of the job voor uw opvolger eventueel. Ik denk dat dat part of the job is. Ja. Dus zoals we aan telefoon vaak zeer boze burgers hebben, tot en met stalkers toe, die we proberen tot rust te brengen en proberen onze eigen koel te behouden. Ja, zo moet je ook in het politiek debat je opdracht durven uitoefenen en vaststellen dat je soms ook niet gelijk hebt of krijgt. Hebt u dan niet het gevoel om het, in het lelijk Engels te zeggen, de pain in the ass te zijn of te veel de luis in de pel zijn, dat dat niet altijd een leuke positie is uiteraard? Ja, ik merk het nu bij het einde van mijn mandaat. Het is inderdaad niet zo dat de ene job na de andere op mij afkomt omdat ik gezien word als zoveel verdiensten te hebben voor deze of gene. Dus ik zeker afstandelijkheid proberen te bewaren tegenover de verschillende stromingen in de maatschappij. Het gaat niet alleen over de politieke stromingen. Dat gaat ook over allerlei lobbying voor deze of gene aangelegenheid. Ik heb altijd proberen uit te stralen dat ik de ombudsman wil zijn van 6,5 miljoen Vlamingen. En dat betekent natuurlijk ook dat je bij niemand in de bovenste lade ligt. Hè. Nee, natuurlijk. Tot slot, heeft de Vlaamse ombudsman nu zelf ook nog klachten? Goh, ik ben een persoon, denk ik, die een beetje in de pot met het magische wijwater is gevallen. Of de pot magique van Asterix en Obelix, laten we die noemen. Ik ben van nature uit niet zo'n klager. Ik zeg soms ook tegen het team en tegen mijn medewerkers. Soms heb ik wat een te roze bril, dus zeg het mij zeker wanneer ik weer eens denk dat mijn team zomaar een extra project aan kan. Want ik durf nogal eens wat extra dingen voorstellen. En dan moeten mijn mensen regelmatig zeggen van wij doen al dit en dat en we hebben al zoveel taken. Dus zelf ben ik niet zo'n klager en besef ik, zeker deze dagen, als we weten wat er in Oost-Europa gebeurt, dat we een plek in de wereld wonen waar het al bij al nog goed te leven is. Ik denk ook dat we in een plek wonen die ook voldoende solidair met elkaar is, wat men daar ook over zegt.
Maar de kunst is en blijft hè, om dat op een goede manier te organiseren voor onszelf en voor onze kinderen die na ons komen. Oké, mogen we met deze wijze woorden dit gesprek beëindigen. Dank u hartelijk. Daarmee zit ons gesprek met Bart Wekers, de Vlaamse ombudsman, erop. We hebben een gedreven en een tevreden ombudsman gezien, ondanks het feit dat in Vlaanderen ook niet alles op wieltjes loopt. In ieder geval, hij had geen klachten. En ik zie u graag terug volgende woensdag in Studio Vlaams Parlement.